De kogel is door de kerk. Albert Aboikoni wordt de nieuwe gramang van de stam der Saramakaners. President Bouterse maakte dit vanmiddag laat bekend op een persconferentie op het presidentieel paleis. Het besluit om Albert Aboikoni aan te stellen als de nieuwe gramang is genomen tijdens de vergaderingen met onder meer de hoofdkapiteins van de Saramakaners en traditionele gezagsdragers van andere Maron-groepen. Sinds het overlijden van Belfon Aboikoni is er veel oneenigheid geweest tussen de 12 los van de Saramakaners over de opvolging. In onze nieuwsuitzending van morgen komen wij terug op deze kwestie.